Akshay. Als bloed. Meneer, hij is dood, denk ik. Hij heeft zo'n grote wonden in zijn nek. Ik vind het wel juist, we hebben er nog geen terrein. Dat is gewoon een bij mijn vandaag en dan kom ik hier aan vragen. En wie is die man? Nu het ook mijn best. Oh, sorry. Jongen. Zeg, je legt er tegen, hè, Bruno, gevoeld, hè? Allee, okay. Goed, ja. Ik ben met rechts staan. Ah, oké. Hier is voor zijn mannen. Oh, hij weet in een punt is mijn been. En dat is... Wacht, dan ga ik met een jas aan doen. Ja. Kijk eens naar hun en dan draai je pas om. Zo, een tekst, dat is niet simpel. Dat wordt het park al natuurlijk. Oh, ja. Mama. Wacht, hé. Stilte. Ik ben daar zo praat. Kut. Zijn we er klaar een beetje naar de hand? Actie. Zo. Mevrouw Michiels, ik ben hoofdinspecteur van Geneugd en ik leid het onderzoek. Het is mijn collega-inspecteur Volpaard. Mag ik u vragen wat u om 8 uur 's morgens deed hier in het Zuiderpark? Ik ben aangeraakt. Was u hier alleen? Heeft u iemand gezien? Iets voor? Hier bij Lauda. Hier hebt u mijn kaartje. U mag mij altijd bellen als u iets te binnen schiet. Erwin, kijk eens naar die micro, komt toch niet meer. Nee, ik heb geen joker. Actie. Ja, dat is goed. En je doet precies dat je bezig oppikt. Ja. Klaar voor opname? Actie! Zij is wel belangrijk personeel. Mag ik u vragen wat u hier 's morgens deed in het Vrijbroekpark om 8 uur? Niet veel, hè? Nog een taxi. We mogen nu daar met pistolees halen, dus... En nu gaat er papieren doeken bij ofzo? Ja, ik heb hier een hal bij. Dat iemand niet gezien heeft. Dat iemand niet gezien heeft. Dan moet een beetje magnetisch zien. Beetje een kaai. In Flanders Fields, where the poppies grow. Dus hij komt, Stevie, hij komt vanaf hier aangestapt. Ja. Als hij komt aangelopen, en dat vind je niet. Hè? Allee, klaar, we gaan eens proberen. Goed, hè? Goed. Actie. Ik werd achtervolgd door een man, die was mij wel interessant achtervolgen van zo'n afstand. Maar die kwam dichter en dichter en hij was echt bijna bij mij. Oké, rustig. We zullen u meenemen naar het bureau en u daar een aantal foto's laten zien. Hopelijk kunt u hem daarop herkennen. Ja? En als daar niks bruikbaars tussen zit, dan zullen we een robotfoto laten maken. Tami was er staan. U gaat de camera aan de andere kant staan. Is dat buurtonderzoek? En als er niks bruikbaars tussen zit, dan zullen we robotfoto laten maken. Fredje, wil jij eens van een bureau laten van mensen komen? Hier, microscoop, pak je erom wanneer. Ja, dan moet hij niet op zijn, dan niet, hè. Maar dan heb je dat ook al gestart gedaan. Bijna. En als er niks bruikbaars tussen zit, dan zullen we robotfoto laten maken. Fredje, kun jij eens naar de. Nee, kun jij, sorry. Dat kun je gaan. Goed. Goed.
Sorry, ik heb de richting niet meer op mijn gezicht. Sorry. Ja, okay. Gelukkig ligt er vast aan die man. Ik doe niks, hè. Gelukkig ligt er vast. Hey, sorry. Dat doet het toch niet. Dat doet het toch niet. Dat doet het nu toch niet als je met je mond gaat wandelen. Het is maar top dat het goed vast ligt. Collega inspecteur Kolpaert, we zouden u graag een paar vragen stellen over de zaak Groenner, sorry. Alzheimer. Nee, zaak Alzheimer bedoel ik. Moord op Jan de Vreeze. Maar als ik dat hier zo zie, dan denk ik dat we nog een paar andere interessante zaken gaan ontdekken. Kijk, nooit geweest. Nooit geweest. En maak er iets meer over. Jij moet een klein beetje meer naar rechts. Abring? Met die ook? Ik weet niet. En in deze lijn hier, ja. Een rechtshandige links maken, maar kan niet steken wat dat wil. Zouden een rechtshandige even recht maken. Ja, dat pistool, dat is in de vetten hem hier. Maar plik je toe van. Ja, wat? Hij moet zijn vest nog aan doen, hè? Ja, ja, man. Het is nog maar droog, hè? Scherp, hè? Ga nu eens even achteruit. Ja, ja. Actie! Halt! Stoppen of ik schiet! Halt! Stoppen of ik schiet! Ik ga dan nog een keer. Hé, ik zat in de mijn maar het duurt wel, Paul. Hey. Sterf dan, galgenaas. Zeg het je. Hey, kom aan, mannen. Kom, actie. Ja. Op de grond. Dan kan ik eens even zo'n gewaar naar beneden doen. Ja, maar hij heeft even opdicht, hè. Wat ik zo doe. Is jouw dingen licht? Dat mag doen. Ja, ik heb een jeans aan. Ja, maar dat is goed. Ik heb een licht langs de camera. Zo langs hier zo. Ja. En het volgende shot is al direct buiten. Ik kan nooit een lamp van zo laag. Actie. We moeten nog heel veel zaken anders doen. Klank loopt. Actie. En? Hoe is het nu mee? Ja. Nee, we gaan eens opnemen, hè? Ja. Klaar voor opname? Actie. En daar ga jij dan nu uitleggen. Ja. Goed? In principe is het avond. Ja, dan doen we het hier ook, daar moet er geen drama van maken. Mogen we starten? We doen het dan als lukt, dan is het ook. Ik ben er niet dichtdraaien, je gaat. Ja, kunt dit dus. Ik zag zo'n mensen die al jaren dood waren. Die zochten contact met mij. Ik was de enige dat ik kon zien. En mijn moeder die kon het helemaal niet aan. Die deed alsof er niks aan de hand was en die vluchtte weg in de tweede. Kijk, leg u het dan even. Ja. Grappig. Verder niets. Actie. En waarom geloof ik dat niet?
Ja, maar de Willy staat erbij. Ja, maar die photoshoppen me daar af. Ja, dan kun je niks in mijn schone schaar. Dus ga zacht mee. Nee. Dat is ik denk teken je Ja, papa Toos. Ja. Dus je komt uit het gesticht en je zat hem alleen op café. Ja. Actie. Klank loopt. Take 4. Actie. En even zien. Niet in staat te stilstaan, maar. Nee, even gewoon dat stapje nog. Acht. En. Oh, sorry. Dat is wel een beetje volgen. Het is heel kort, want je zit close in beeld. Hè? Dus je moet eigenlijk vanaf hier gaan. Nee. Dan doe ik misschien. Isabelle komt er niet bij. Okay. Het is een gesprek dat we niet horen en het is het einde van dat gesprek. Mama nog iets meer dat kan vertellen. Ja. Dat loopt. En dan gaat het weer. Oké. Doe eens wat meer. Een meid had opgestoken. Ja, ja, we weten wie dat doet. Als dat klopt, heeft hij wel een halve. Ja. Kut. Ja, een goeie. Buikloop, take 10. Actie. Dat buurtonderzoek en ik wel opgeleverd, hè. In de breedte, die in de grond. Verdomme! Zo, en terwijl dat men, als ze daar komt, dan doen we een lichte draai met de kop. En dan gaan we kloppen. Zo de. En wat is er voor gezet? Nee, ze brengen een neefpin tussen. En dan moet het afblijven, hè? En die moet er wel afblijven, netjes, hè? Zo, maar kan dat doen met je stress? Die kan niet doen met je stress. Principe, jij komt zo langs. Ja. Nu de vraag. Kent u, zijn jij een vaste klant? Ja, wel eens een vaste klant. Vaste klanten. Dus in vooral is dat erin. Oh, hey. Dus jij moet van mij niet stiek zeggen. Moet zeggen. Ik zie. Dan staat in beeld. Ja. Nog. Ja. Voor die wettige zelfverdediging, dat gaan we onderzoeken. Hè. Nee, sorry. Wettige zelfverdediging. Ja, dat is eigenlijk. Ja, ja. Nee, het was niet gelukkig dat iemand doet. Veel en inder is de klank is gereed. Hè. Dat is een marketing dienst. Verder achteruit gaan, want ik wil daar een beetje de situatie van dat huis ook zijn. Ja, maar ik kan toch niet lezen. Je kunt dat niet in die afdeling. Als we zetten dichter gaan, zou dat kunnen doen. De roerde waren niet. Actie. Ja, ik heb serieus last van mijn maag. Ik heb het graag een betere avond gehad. Minder zijn langs geweest. Ik wil dat je paard hebt. Ik zal dat wel vergeten. Ja, we gaan mooi dat polletje tussen is vandaag. Ik heb nog eens wat opzoekingswerk gedaan over de vrezen, maar niks speciaal. Vandaag moeten we misschien maar eens met de gebeuren gaan kloppen. En met die Daphne van het huis zijn geweest. Dus ga je een bakje er nog iets meer te wijten vertellen? Volgens een paar cp's had hij regelmatig contact met een zekere AV. André Vermeer, die klinkt ik. Nee, dat tot nu was het. Volgens sommige cp's, en dan dacht ik, Johan Strunkel. Maar jij zit al hier, al in dat stuk, hè? Ja. Regelmatig contact met een zekere André Vermeer, de Mechelaar. Je vestigt verheling en delen. Het is gewoon gepoetst. Deze USB. Waar is iemand? Spanning. Je zit een bekende zitten met dat oogjes. Je zit een bekende zitten met dat oogjes. Hij is er een oogje gedaan. Ik heb mijn een oogje gedaan, meneer. Hoe moet jij hier? Amai. Echt geen belangrijke scène, want ik heb hier bekend geen tekst. Moet je er niet steken, de meeste vragen zijn aangenaf. Daar is een zoek langs staan, of wat is dat? Ja, oké, klaar voor de opname? Goed. Actie. Klank loopt, dialoog take 1. Ja, ik vroeg hem eens wat hem ging wandelen met zijn hoge doos. Kut, goed. Nou, van hier even en nu weer twee. Nee, wacht, ik heb nog iets interessants te zeggen. Om beschopterikken.
Binnen in de kerk. Laat me droog vast, dat droog ik kiezen. Een losje van binnenin, hè. Ja, maar. Dat is plagiaat. Kijk eens, de rechts naast die kast. Zeg, ik zet er zo. Nee, juist. Alleen als kamer. Oh, jobbeke, jobbeke. Dat mag, ja. Zo zien we niet. Dan kan je er al mee. Ik laat op een batterij. Ja. Ik ga dat wel brengen. Actie. Zal ik ondertussen zien of dat zijn naam in de aangedaan lang staat? Wil jij zien? Zijn ze nog een onderzoeker? Dan hebben ze wachten. De portefeuille moet al mee even leggen. Hier, zijn er pas, rijbewijs. Die mag natuurlijk wel daar, hè, in zijn richting. Hè. Maar gaan we zien, ik heb hem eigenlijk wel. Hè. Maar hij is nog niet tegen van de weg, dus dat weet dat ik niet doe. Actie. Deze. Mijn is of mijn zit? Mijn zit. Hier is de bingo. Hij moet op tijd hiernaast zitten. Dus ik begin echt pas als ik in beeld kom, hè? Oeh. It takes a long time, hè? Oeh. Zit je al op een bureau? Oh, wat weet je toch? Oké. Amai. Zit je al bezig? Zeg ervan. Ik heb je nog dicht gedaan. Zagen is een handtoorgevaarlijk. Dan begin ook. Neemt zijn mes, een keukenmes, en steekt hem neer. Natuurlijk, de moeder komt met die ellende echt niet over. En ze is eigenlijk gestopt. Ja, het lijkt dat die twee samen naar zo'n massagesalon gingen. Waarschijnlijk planen ze nog veel meer douche zaken. Oh. Maar ja, hij ook regelmatig met een andere nummer gebruikt. En dan zei hij, ga je verder. Die die dan afhalen, hè? Deze. Die kun je afhalen, ja. Dan kan ik wel een lijntje bij. Ik heb een vrouw Michiels van die van de robotfoto. Nee. Ja. Ja, die heb ik niet gedaan. Dat kan niet, hè. Dat is toeval misschien. Ja. Dat is belangrijk. Zeg maar, Edwin, als... Goed, dank je. Allee, klaar. Actie. Ik wil dat je dan zeker niet zo'n afspraak met die in de vallen. Ah, sorry. Ja, ja, sure. Actie. Fred, we zijn zaterdag wat er aan de hand is. Ik kan hem niet volgen. Normaal gezien zit ik er zo zijn. Maar... Weet je dat we bezig met die moer die het ruiken hebben? Ja. Waarom dacht je dat zeg? Ik zat. Terug, wat is dit? Hallo. Allee, kom. Ja, dat kan ik niet aan. Voem. Zop, hè. Van. Dus die zit in paniek en ze steekt die neer. Die en de vader ziet inboord gebeuren, want die heeft... Dus die zit in paniek en ze steekt die neer. Die en de vader ziet inboord gebeuren, want die heeft... Zijn hand blijft aan de top schoten. Dat hij welke niet blijft. Waar ben ik beland? Waarom ben ik beland? Voor wie? En waarom? Klankloop. Als we actie zeggen, hè? Dat kunnen we graag niet doen. Waar? Actie. Als we ruffelen, ruffelen maar goed. Ja. Echt weer een vrouw, die pakt die al die op die dingen, weet je, jongen.